Peukje erbij. Moet ook kunnen, vind ik. Ik ben natuurlijk niet heiliger dan de paus, hè? Ja, dat weet je ook niet. Je weet niet wat die viezerik allemaal uitspoken. Nou, goed. Gezellig. Wie is er allemaal een beetje lekker wakker geworden vandaag? Gaan we ook nog een live doen, pikkies. Eens kijken, wil er iemand live? Ja, er wil iemand live. We gaan met Joris praten. Wacht op, Joris. Hey Joris, hoe is het? Ja, best. Met jou? Ja, goed man. Ik heb heerlijk geslapen. Mooi. Even rust. Is altijd goed. Ga heerlijk dagje maken. Ik ben alweer wakker. Wat ben jij aan het doen dan? Een paar uurtjes. Ben je aan het werken? Ja. Wat ben je aan het doen dan voor werk? Hey, een sloepie. Die heeft mijn vader ook, zoiets. Ja? Ja, hij heeft een Sarro. Ken je dat? Sarro? Nee. Ken ik niet. Oh, ja. Ah, het zijn leuke dingetjes. Alleen, jij kan het nog niet betalen. Oh, ja, ik ben hier gewoon... Ik ook niet, hoor. Nee, het zijn dure jongens, hè? Ja. Ja. Hé, hey, maar je bent een vakman dus? Nee, joh. Dit is gewoon bijbaantje, elke zaterdag. Oké, je hebt een werkstraf. Dat ken ik, maar dat kun je gewoon vertellen hier, hoor. We zijn allemaal hetzelfde soort. Nee, hey. Geld verdienen. Ja, oké. Nou, goed, dat kan ook. Ik bedoel, hè? Ja. Ja. Leuk man dat je even live bent. Ja, ga je vanavond weer live om 9 uur? Ik ga vanavond Glory kijken. Glory Kickboxing. Samen met mijn vriend. Mijn vriend die vecht ook voor Glory. Ik ga even niet zijn naam noemen, vindt hij nooit leuk. Hij wil niet met mij geassocieerd worden. Maar ja, goed. We drinken wel samen een biertje. En dan 4:30 in huis. Ik rij na de wedstrijd naar huis. En je weet nooit wat er gebeurt dan, hè? Misschien gaan we wel op zoek naar een boete. Nou, ik ga er weer vandoor. Ik moet weer werken. Is goed, dagen. Werk ze. De mazzel. Ja, dat was leuk. Joris is aan het werk. Goeie gozer. Zit geen kwaad in, zie ik, hè? Waar ik vandaan kom. Ik ben geboren in Oldenzaal. En ben ik op jonge leeftijd in de richting van Amsterdam gegaan, Purmerend. Daar heb ik alles kapot gemaakt. Purmerend, de gemeente had er geld voor over om mij te laten verhuizen. Toen ben ik een tijdje naar Groningen gegaan. Nou, in Groningen heb ik een heel zooi kinderen gemaakt. En dan ben ik vertrokken naar België. Heb ik in Antwerpen gewoond, Turnhout, een paar jaartjes. En vervolgens ben ik naar Spanje vertrokken. Heb ik daar mijn geluk beproefd. Nou, dat liep ook allemaal een beetje anders. En vanuit Spanje ben ik een paar maanden geleden teruggekomen in Nederland. En dan zit ik weer in Groningen. Nou, en het bevalt prima. Mijn kinderen zitten hier, zijn inmiddels wat groter. Ik ben stapelgek met ze en ik ga ook nooit meer bij ze uit de buurt. Want... Ja, ik ben intens gelukkig hier. In Groningen nog wel. Maar goed, waar kom jij vandaan? Mijn zonnebril kan ook gewoon af hoor, jongens. Maar waarom ik die altijd op heb? Ja, ik ben heel migrainegevoelig. En fel licht, kaarslicht, triggert een aanval bij mij. En dan lig ik gewoon 2 dagen op bed. En dan kan ik ook geen boetes pakken voor jullie. Snap je? Dus ik heb die bril gewoon op. Zeg maar een soort, hoe zeg je dat? Ja, hulpmiddel. Medisch hulpmiddel. Mijn zonnebril. Het is niet dat ik popiopie over wil komen, dat is het helemaal niet. Want dat ben ik al. Hè? Daar heb ik geen bril voor nodig, jongens. Maar het is echt op medische indicatie. Oes. Mijn moeder komt uit Middenbeemster, daar heb ik ook veel vrienden. Misschien ben ik je vader wel. Het kent maar zo. Heb je een lekkere moeder? Super. Dankjewel. Ik heb meerdere brillen hoor, maar ik vind deze wel
Ja, gewoon. Cool. Beetje klassiek, hè? Ik heb vanmiddag een afspraak. Ik wil mijn auto laten wrappen. Mat grijs, vind ik wel gangster. Zwarte velgjes eronder. Hebben een originele pooierbak. Haha. De Alex Sosé Original Pooierbak. Haha. Je moet Lexus kapot slaan. Ik heb zoveel Lexus kapot geslagen, jongen. Hoeveel kost je Rolex? 10k, vriend. 10k. Maar jij mag hem hebben voor 12. Dan krijg je een shirtje erbij. Ik heb een Mercedes S-klasse. Een oldtimer, hoor. Ah, oldtimer, een prachtig ding. 400 pk, 12 cilinders. Is gewoon geil. Jordi heeft ook een pooierbak. En hoe is je pimphand? Is die strak? Die van mij wel. Sportprijsje. Nou ja, als Jordi zo meteen. Nee, 600 vriend. 600, S600. Je moet altijd voor het grootste en het beste gaan, jongens. Zeg altijd, alleen de eerste telt, hè? Nou, ze zeiden altijd vroeger, ja, het is al heel goed dat je meedoet. Nee, dat is gelul. Dat is gelul. Meedoen telt niet. Je moet winnen. Je moet winnen, verdomme. Ik ga geen uitspraken doen over vanavond. Ja, kijk, heel persoonlijk, ik ken Rico verder niet. Maar ik vind hem altijd een beetje het braafste jongetje van de klas. En ja, geen vechter. Puur zang in zijn hart niet. Dus ja, goed. Ik gun het Hesti. Ja. Dus laten we een beetje voor opschudding zorgen vanavond. En met z'n allen achter Hesti gaan staan. Is natuurlijk ook een teringlaaier. Daar gaat het niet om. Maar ja, het geeft ook weer een beetje spanning en actie, toch? Voor de komende maanden. Maar als je heel realistisch bent, ja, die Rico is gewoon een beest. Is gewoon een monster. Die benen van hem, die zijn gewoon bangelijk, zeggen ze in België. Bangelijke benen. Hij trapt het dwars doorheen. Ja, ik pak ze allebei, dat is het probleem ook niet. En doen we er niet linksom, dan gaan we rechtsom. Prachtig. Groenhart, sowieso. Groenhart, sowieso. Ja. Leven is prachtig, jongens. Nou, ik ga even ontbijtje pakken. Broodje smeren voor mijn meisjes. Kopje thee. Even de dag doornemen van wat we allemaal gaan doen. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. Hè? Nee, je hoeft niet bang voor mij te zijn. Weet je wat het is? Kijk, hoe je mij behandelt, behandel ik jou ook. Ja. Ja, of ik moet heel veel geld krijgen. ja. Ik ben eigenlijk ook gewoon een hoer. Maar ik ontken het niet. Nu al voorbij, ja. Remy Daalmans. Wil er nog iemand live? Ik denk dat we nog even een liveje pakken. Kan iemand mij nog een paar vragen stellen? Vind ik wel leuk. Leren jullie mij ook een beetje kennen, snap je? Ik ga geen brillen verkopen. Ik bedoel, dat zou hetzelfde zijn als iemand in een rolstoel rolstoelen zou verkopen. Vind ik niet leuk. Vind ik niet leuk. Ik ken het beste door het leven zonder zonnebril, jongens. Hoes. Wie wil live? Wie komt erin? Even kijken hoor. Nee, kan ik niet zien. Kan ik een shirtje kopen? Ja, moet je even een WhatsAppje sturen. Je kan op mijn pagina wel vinden wat mijn nummer is en dan maken we het rond. Ik doe alles nog zelf. Ik ga vandaag, als het even mee zit, een website lanceren met de hele collectie. En die collectie gaan we flink uitbreiden de komende maanden. Want ik ga nergens heen, jongens. We gaan even live met Vinnie. We wachten op Vinnie. Mijn favoriete vuurwapen. Ja, dat is een Glock 26. Een mini. Die kun je bijsteken in je zak. Niemand die het doorhebt.
André van Brussel, maat. Aan het werk, denk ik. Jullie, ben je er al? Nee, Vinnie is er niet. Ik verkoop geen wapens, ik verkoop geen drugs, ik ben geen crimineel, hè? Ik plaats een foto van mijn S600 op het moment dat die wrap erop zit en die nieuwe velgen. Dan gaan jullie schrikken, jongens. Nou, deze Cornelis Jan gaan we even mee op foto. Cornelis Jan. Cornelis, we wachten op je, jongen. Jan Cornelis. Cornelis Jan, de man die alles kan. Een Glock 19, hij is mij te groot. Ik vind die 26 vind ik toch echt super. En dan blaas je ook alles mee weg, hoor. Mat Grijs, die vrep. Ik ga vanavond eerst kickboksen kijken en dan kan het zijn, als ik naar huis rijd, ja, dat we een boete gaan vangen. We gaan het zien. Ik heb een request gestuurd. Wachten op... Ja, ik heb jou ook een request gestuurd, jongen. Hey Mikey, oude Belg. Allee, jongen. Hoe gaat het? Hoe gaat het, jongen? Wanneer ga je de overheid neuken, jongen? Ik ben constant bezig die mensen aan neuken, want ze hebben mij jarenlang geneukt. En ik laat me niet meer wegjagen uit mijn eigen land. Het is gewoon klaar, jongens. Ik ga nergens meer. Rico of Hestie? Ja, ik hoop Hestie, maar ik denk Rico. Live doorgaan met Cornelis Jan. Cornelis! Live doorgaan met Cornelis Jan. Cornelis, waar blijf je, jongen? Mijn kop is bijna op. Cornelis! Hé, hey maat, wat heb jij een mooie trui aan, jongen? Ja, dankjewel, jongen. Ja? Wat doe je dan? Wat zei je, Tijger? Wat doe je dan? Ja, even chillen, kopje thee met mijn boys en mijn girls. Kopje thee? Ja. Zal ik door een lekker ochtendborrel te nemen, Alex? Ah, nee. Weet je wat het is? Ochtend drinken, dag drinken is voor kankerlozers. Ja? Ja, klopt. Scherp blijven, jongens. Hey. Ja, scherp blijven, Alex. Hey, ik weet niet, Rick, maar als jij niet zo fit en zo scherp wil zijn als ik op je 42e, ja, dan is drank natuurlijk geen verstandige keuze, hè, Rick? Nee. We zitten... Ik heb bijna gelijk aan doen. Met die trui die jij aan hebt, kan je niet kapot, vriend? lekker, man. Super. Nog een beetje braak dan, Alex? Wat zeg jij? Nog een beetje braak dan, van gisteravond? Nee hoor, wat heb ik gedaan? Een beetje vies gedaan met de vrouwen en verder lekker geslapen. Het is een nieuwe serie op Videoland. Of nieuw? Je hebt zeker allemaal vrouwen kapot gemaakt, Alex. Nee. Ik heb respect voor mijn vrouw. Ik denk dat het eerder andersom is. En dat moet ook, hè. Kijk, op straat ben ik natuurlijk een baas, maar thuis is zij een baas. Ja. En ik schik me in dat lot. Vind ik prachtig. Maar dat wil niet zeggen dat ik een subje ben, hoor. Nee. Dus, lekker man, Alex. Lekker man. Hey, Alex. Hey. En wat ga je doen nog vandaag? Nou, even een ontbijtje zo. Dan even een vaperij. Was jij tevreden over je bestelling? Hoe het allemaal gegaan is? Ja, na een dag, jongen. Echt. Na een dag had jij je trui, hè? Zeker. Ja. Nee, hartstikke goed. Nee, dat iedereen het ook weet, dat ik het heel serieus neem allemaal. En dat ik hartstikke mijn best doe voor jullie. Zodat jullie allemaal op tijd jullie spullen hebben. Soms zit het iets langer, maar dat heeft te maken met de snelheid waarop het nu gaat. Maar ik probeer een dag en maximaal 4-5 dagen heb je het binnen. Lekker man, Alex. Hey mensen, ik ga nu ook stoppen. Mijn thee is op. Ja, grap. Was de thee wel lekker dan? Of lekker theetje? Lekker theetje, ja. Ik hou van gewone Engelse thee. Een heel slap. Thee. Heel slap. Een honing of met suiker. Ja. Kan je wel even alles kan kapot? Oes. Alles kan kapot, boven mij! Oes! 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 Later, ik ga je weggooien hoor. Doei. Zo, nou. Dat was leuk. Ik vond het even heel gezellig met jullie. Ik ga nu even weer mijn dingen doen. Jullie zien me later weer.
En ze nemen jou gewoon in de zeik. Ja, iedereen neemt mij in de zeik. Maar ja, goed. Ik lig daar niet wakker van, vriend. Ik vind het prachtig. Ik vind het allemaal prachtig. Ja? Straatjournalist. En jij wordt waarschijnlijk in de zeik genomen door je wijf. Ja, nou ja, goed. Dat heb ik weer niet. Hé, mensen, later. Ik hou van jullie. Ik wens jullie echt een geweldige dag.